Deze nieuwsuitzending die gaat over de warmtepomp. Sinds een tijdje staat het op het internet helemaal vol met warmtepomp dit, warmtepomp dat. Je krijgt ook een subsidie. Dan haal je warmte uit de buitenlucht. En die pomp je dan naar binnen. Het is hetzelfde principe als een koelkast. Die haalt de warmte uit de binnenkant van de koelkast en pompt die naar buiten. De koelkast die slaat ook eens in de zoveel tijd aan en, dat en dan gaat die pompen. En dan pompt die de warmte uit de koelkast naar buiten. Nou, en jij weet ook dat als je de stekker uit het stopcontact trekt van de koelkast, dan pompt die niet meer. En dan wordt de binnenkant van de koelkast uiteindelijk net zo warm als de buitenkant. Dus daarmee weten wij dat een warmtepomp op elektra werkt. Of gas, want dat kan ook. Maar dat laatste mag dan niet. Want de woningen moeten gasvrij worden. Dat is ook zoiets. Kijk, het is al zo dat Nederland gastvrij moet worden. Maar nu moet Nederland ook gasvrij worden, zonder thee. Kijk wel, gasvrije woning of zo. Gasvrij wonen. Leven zonder gas. Tja. Nederland moet in 2050 volledig CO2 neutraal zijn. En van wie nou weer? Voor mij niet hoor. Ik zou het niet weten. Toch? Kijk, nee bedankt. Zorgeloos wonen bij Veenstra. Hoe maak je een villa energie neutraal? Duurzaam wonen zonder aardgas. Wat maken we nou? Waar zitten we nou op te wachten? Kijk, wij hebben energie nodig om hier in Nederland te kunnen leven. En dan kan je gaan bezuinigen, isoleren en alles. Maar je hebt nog steeds energie nodig. Ik heb hier in huis heb ik de kachel al jarenlang niet meer aan. Ik heb toch hopelijk wel suiker in me tegen. O, gelukkig. Ik heb de kachel al jarenlang niet meer aan. En er zijn mensen die komen bij me binnen en die zeggen, hoe is het koud hier? Maar ik vind het helemaal niet koud, ik ben eraan gewend. Maar ik heb wel gas nodig om een eitje te bakken. En ja, warm water. Dat zou ik met een warmtepomp kunnen doen. Ja. Ja, wat handig. Ik zou, ja, je zou kunnen denken dat je dan de achterkant van mijn koelkast, dat je die dan, ja, dat je daar water langs laat stromen. En ja, dat ik met de achterkant van mijn koelkast water verwarm. Ja, de achterkant van de koelkast wordt warm. Dat moet ik wel, want de binnenkant van de koelkast moet koud. Dat zou ik kunnen doen. Maar wat win je dan? Zoveel warmte zit er niet in mijn koelkast. En dan doe je zo'n warmtepomp en dan werk je met buitenluchten. Ja, als het dan de zon lekker schijnt buiten, is het buiten lekker warm. Ja, dan pompt hij wel behoorlijk naar binnen. Maar in de winter is dat weer een stuk minder. En hoeveel elektra kost dat? Staat hier zo vanaf 2021 geen cv-ketels meer op aardgas? Vraagteken. Ik zou niet weten hoe dat moet.
Ik heb net een nieuwe cv-ketel gekregen in 2013. Het ding doet nog prima. Hij moet er vervangen worden en die oude ketel weggooien. Dat is kapitaalvernietiging. We hebben er aardgas genoeg. Duitsland heeft net een deal gesloten met Rusland. Dat is een enorme pijpleiding en dan krijgen ze allemaal Russisch aardgas. Dus die Duitsers allemaal lekker goed in taak en zo. En wij moeten er vanaf. Wat willen ze nou? Dit is het volk bezighouden met onzin. Nederlanders zijn nog niet klaar voor de energietransitie. Want een e-book, wonen zonder uitgas. Ja, maar hoe wil je dat dan doen? Alleen met warmtepompen? Ja, dan moet dus moeder elke dag op de fiets gaan zitten. We hebben hier in huis heb je dan zo'n fiets. We zeggen, moeder, even warmte pompen. Iedereen moet een paar uur per dag op de fiets even warmte pompen. Nee, natuurlijk niet. Dat werkt met elektra. Ja, en hoe wordt elektra opgewekt? Jo, dat doen we dan met windenergie. Nee. Dat 0,1%. Meer dan 90% van de elektriciteit hier in Nederland wordt opgewekt met fossiele brandstoffen. Alsjeblieft. Ja, maar we importeren ook groene stroom uit Noorwegen. Ja. En s'nachts krijgt Noorwegen van die grijze stroom van ons terug. Hé? Ah, hij gaat op zich. Ja, maar anders gaan we allemaal dood. En dan verdrinken de zeehondjes. Ja. Wat is er nou gebeurd met ons? Waar zijn onze hersencellen gebleven? Hebben we die verkocht op de veiling? Ik heb ons een uitzending gehouden over de elektrische autosubsidie aan Tesla. Ja, dat gaat de komende 5 jaar gaat het 700 miljoen euro kosten. Hé? En die Tesla's die rijden dus lekker op dat elektriciteitsgebeuren en dat wordt voor 90% opgewekt met fossiele brandstoffen. Punt. Hier in Nederland, daar. Dus waar gaat het dan om? En dan moet je ook nog weten dat die firma Tesla, die verkoopt het meeste auto's ter wereld. Inclusief afzetgebieden als Verenigde Staten, als de Verenigde Staten en China. Ja, in Nederland. Ja, in Nederland worden meer Tesla's verkocht dan in Amerika of China. In Amerika wonen er meer dan 10 keer, wonen 15 keer zoveel mensen. Maar daar hebben ze niet de subsidie. Hé? Nee, die Amerikanen kijken wel linkeruit. Want die snappen het kennelijk wel. Energie, dat moet ergens vandaan komen. En de grootste bron van energie is momenteel fossiele brandstof. Punt. Dan heb je ook nog iets als biobrandstof. Dan moet je dus bossen of zo... gaan aanplanten. En dan gaan die bossen gaan groeien en dan die bomen weer kappen, zodat er ruimte komt voor nieuwe bomen en dan kan je die bomen vergassen. Dat deden ze vroeger trouwens. Vroeger hadden ze auto's en die reden op hout. Moet je dat hout moet je vergassen, dan maak je de koolmonoxide van. En die koolmonoxide die gaat de cilinder in en poef, poef, poef. De dingen reden niet heel hard ofzo. Die reed je wel. Even kijken, een fotootje. Auto. Rijden.
Dat heet houtgas. Hout. Hout. Woodgas. Houtgasauto's rijden op brandhout. Oh, je kan het, ja. Ja, dat is echt hartstikke leuk. Er is er hier iemand en die heeft er een gemaakt van een Volvo 240. Die houterige gepakken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vrijwel het volledige wagenpark in Europa omgebouwd om op brandhout te kunnen rijden. Houtgasauto's zijn er niet zo elegant, maar wel efficiënt en ecologisch alternatief voor benzinewagens. De autonomie ervan is vergelijkbaar met die van een elektrische auto. Stijgende brandstofprijzen en de opwarming van het klimaat. Hebben de aandacht voor de vergeten technologie weer aangewakkerd. Wereldwijd rijden er intussen vele tientallen, met een zelfgemaakte houtmobiel. Ja, dat kan. Je maakt er eerst koolmonoxide van. En die koolmonoxide, dat is explosief. Alleen al in Duitsland reden er op het einde van de oorlog, neem aan de Tweede Wereldoorlog, 500.000 voertuigen op houtgas rond. Er werd zelfs een netwerk van ongeveer 3000 tankstations omgezet, waar hout kon worden ingeslagen. Ja, doe je dat ook. En belangrijk is dat we ruimte voor bossen. Om een of andere reden is er een golf van boomopruimingstoestanden hier in Nederland. Overal worden bomen gechopt. Waar dat hout blijft, ik weet het niet. Eigendom van de staat of zo. Gaat overal in de open haarden van dure villa's in de buurt van Aardenhout. Dat gezeur over energie houdt op. En we hebben toch aardgas? Ja, wat wil je dan? En ze zeggen toch dat aardgas, dat waren vroeger ooit planten en diertjes. Nou, dan worden dat weer opnieuw planten en diertjes. We maken er maar. CO2 is een meststof voor planten. Het is zelfs noodzakelijk voor planten. Zonder CO2 groeit een plant niet. Kan je lekker vergeten. Ja, maar het wordt veel te hoog, de CO2. Waar baseer je dat op? Wat is volgens jou dan de optimale CO2-concentratie in de atmosfeer? Nou, volgens mijn Nintendo is dat... Ik heb op internet gekeken. Ja. Wat is de optimale concentratie van de CO2 in de atmosfeer? Dat vroeg ik. En een beetje een model erbij. Staat hier 51% van de Nederlanders gaat ouderwets gasfornuis missen. Ja. Jeetje. Nou kijk hoor, dat doe je dus. Kijk, met elektrisch koken. Maar elektra wordt opgewerkt met fossiele brandstoffen. Dan kan je zeggen zonnepanelen, maar de hoeveelheid zonne-energie in Nederland is 100 watt per vierkante meter.
Dus stel je hebt... Nou, ik woon op een flat. Ik zou niet weten waar ik mijn zonnepanelen moet plaatsen. Maar laten we ervan uitgaan dat de woningbouwvereniging meewerkt. En dan kunnen we het dak van deze flat kunnen we helemaal volplempen met zonnepanelen. Dat zou kunnen. Nou, hoeveel vierkante meter? Mijn woning is, zeg maar, even zeer op het gemak. Dat wil zeggen 10 meter breed. En hoe lang is het hele geval? 100 meter. En vervoerd. Dus dat is dan 10 bij 100 is 1000 vierkante meter. Nou. Pak even de rekenmachine. 1000 vierkante meter. Nee, 1000 vierkante meter. Nou, keer 100 is de hoeveelheid zonne-energie die erop komt. Dat is 100.000 watt. Maar dat een keer, wat is de effectiviteit? 0.6. Dat is 60.000 watt. Maar de wonen hier in mijn, we hebben hoeveel portieken? Iets van 5 portieken. En dan per portiek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Even goed tellen. We hebben 4 verdiepingen. En per verdieping zijn maar 3 mensen gemiddeld. Maar er wonen ook gezinnen. Maar zijn maar 3. En dan 5 verdiepingen, dan heb je dus 15 mensen per portiek. En dat zeg ik nou. 65, zeg maar 100 mensen. Gedeeld door 100. Dat is 600 watt. Mijn punt is dat een wasmachine is 600 watt. En dan heb ik ook nog een koelkast. En ik wil graag een lampje aan. En ik heb een wasdroger. En red ik dat dan? Energieverbruik per huishouden. Energieverbruik, elektraverbruik. Elektra. Verbruik. Huishouden. Gemiddeld verbruik gas elektra. Gemiddeld stroomverbruik. Gemiddeld energieverbruik per jaar. Ah, kom maar op. Oh, ik wil even weten hoeveel kilowattuur. Anyway, het is niet genoeg. Je redt het er niet mee. Ja, ik had het graag even uitgerekend. Dat wil ik wel laten zien. Gemiddelde energieverbruik. Het elektraverbruik. Tot de pot, tot al. Kom op. Maar alle restaurants, ja. Ja, hier een restaurant verbruikt 20.000 kilowattuur per jaar. Ik kan niet eens klikken. Jeetje, wat een slechte website, hè. Nou, daar kom je ook lekker aan. Kijk wel. Elektriciteit. Ik ben niet... Je kan ook denken van, ja maar Piri, als we het niet met zonne-energie kunnen redden hier in Nederland, dan zijn we verdoemd. Nee, helemaal niet. Kom je er maar. Verbruik.
per hoofd van de bevolking. Dat is 7000 kilowattuur. Per hoofd van de bevolking. Dat is lager dan in België en Zwitserland. Nou, even gaan rekenen. Terug naar de rekenmachine. Wij zetten hier het dak vol. En dan hebben wij dus 600 watt per persoon. Dat is per seconde. Dus dan doe je dat keer 3600. Dan heb je een wattuur. Dus dat is 2000 wattuur. Nee, hier komen we niet aan. Wacht even. Hier gaat het niet goed. Dus ik weet zeker waar ik naartoe reken. Nee, ik heb het al vaker uitgerekend. Je redt het niet. Hier op deze flat, die kan je volplanten met zonnepanelen, maar dan kan je niet iedereen hier, die hier woont van stroom van voorzien. Dat kan je lekker begrijpen. Je hebt dus 100 watt per vierkante meter. Want we hebben nodig, zeg maar, 7000 kilowattuur voor het gemak. 7, 1, 2, 3, 1000. En dan 1, 2, 3. Dus 7 miljoen wattuur. Dat hebben we nodig. 7, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7 miljoen wattuur hebben we nodig. En dan neem ik aan dat het per jaar is. Staat er niet eens boven trouwens. Dit is weer wel een stomme grafiek. Maar het zal per jaar zijn. Klopt dat eigenlijk wel? Nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Gedeeld door 365. Dat is zoveel wat uur per dag, maar dat gedeeld door 24 is 800. Ja, dat is bijna. Dus je moet dus per Nederlander heb je dus, laten we zeggen, een kilowatt nodig. Want je hebt natuurlijk ook nog je auto. Hij tikt er ook nog even bij. Dit is alleen maar elektriciteit. Maar dan moet je nog kijken naar je gasconsumptie. Oh ja, daar zit hem natuurlijk in. Dan moet je ook van die zonnepanelen hier op het dak, moet je ook nog gaan koken. En je warm water. Ja, of je werkt met een warmtepomp, maar ik vraag me af of een warmtepomp wel efficiënt is. Kan je niet beter die elektra direct gebruiken om te verwarmen? Ja, dat is mijn idee. En je hebt warm water nodig om te douchen en je moet koken. En ja, al die dingen waar je gas voor gebruikt. Verwarming. Dat moet je allemaal met elektra gaan doen. Nou, dan heb je er wel gemiddeld, zeg maar, zo'n 1,5 kilowatt nodig. PP. Hé, dat komt er niet meer uit. En woon je nou buiten, heb je een villa met een enorme dakpartij en dan woon je met je vrouw. Ja, dan kan je het wel redden, ja. Ja. Dan kom je daar misschien wel uit. Maar woon je in de Bijlmermeer?
Nou, die even voor de gein er even bij pakken. Dan kan je met Google Maps kan je zien hoe, hoe groot zo'n flat is, toch? Maps met Google. En dan doen we bij allemaal meer. Flats toch zo kunnen herkennen. We hebben die slingerachtige flats. Vroeger kwam ik er nog. Ik kan ze zo snel niet vinden. Niet snel. Google Day. Zo is een leuke naam. Blijf me te doen. Ja, denk maar even. Oh, dit zijn. Ach nee, dit zijn alleen maar de straten die je ziet. Flip. Ja, dan kun je niet uitzoeken hoe groot zo'n flat is. Maar neem een beetje hoge flat en er wonen honderden mensen. En dat dakpartijtje, dat stelt niks voor. Daar kan je niks mee doen. Ik heb nog een keer lopen rekenen in mijn studententijd aan het installeren van een windmolen bovenop de studentenflat. Werk, man. Hoe is er naar de afdeling meteorologie voor de windgegevens? Een model opgesteld en la. Wow, zo'n windmolen boven op een flat? Ja, het trekt wel wat, man. Maar dan kan je niet en daar wonen op die flat, die was 17 verdiepingen hoog. Per verdieping gemiddeld iets van 35, 40 mensen. Als zeg 40, nou 40 is 17, zeg 15, dus 600 man. Ja. Nou, de windmolen trek je niet eens zo ver. Nou, zonne-energie is wel het antwoord, by the way. Windenergie is ook heel leuk, maar dan moet je niet werken met die molens die we nu hebben, met die horizontale assen. Dat is dom. Dat is zelfs erg dom. Veel te ingewikkeld. En dan moet de dynamo, want je moet een dynamo-molen, dus ze maken van die bewegingsenergie, die windenergie. Die turbulentie, die wordt omgezet in een draaiing en die draaiing die gaat een dynamo in en die maakt daar elektriciteit van. Maar die dynamo die zit bij zo'n windmolen bovenin. Dat is niet handig, hè? Nog gevaarlijk ook. Er is laatst iemand geweest, een tijdje terug. Ernstig ongeluk. Brak de brand uit in dat dynamo-huis en die man is van de ellende eruit gesprongen. Die heeft dat niet overleefd. Nee, veel handiger is om die as verticaal neer te zetten. Dus het rendement misschien wat lager. Ze zijn veel simpeler te maken. Die kosten zijn laag. En die dynamo kan dan gewoon op de grond staan. Dat is erg handig. Dus dan moet je een verankering maken. Daar zet je die dynamo in. En dan moet je zo'n geleider hebben. En dan zet je die as gaat erin. En dan moet je aan zo'n verticale as. Meestal werken ze met twee, maar je kan ook met drie. Bladen werken. En die bladen zitten dan met de onderkant vlak boven de dynamo gemonteerd en aan de bovenkant van de as. Moet je een beetje rekening houden met een trilling die je kan krijgen. Maar daar moet je even over nadenken als ingenieur. Die bovenkant moet je denk ik vastzetten op een of andere manier. Een soort hulpconstructie. Of je werkt met een buigzame constructie, dat kan ook. En dat hele ding moet dan, ja, ik zal hem dan wel iets omhoog brengen. Maar je hebt in ieder geval nog de dynamo aan de onderkant van het van de motor. Dat scheelt toch weer.
En die windmolens, dat je daar... Wat ze nu doen, ze zetten ze maar te pas en te onpas neer. Overal een boer die een plekje houden. Maar je moet ze gebruiken als windbreker. Dat moet je doen. Want zo'n windmolen absorbeert die windenergie. Dus achter de windmolen waait het niet. Wat minder. En daar kan je dan gaan denken aan landbouw en andere dingen. Kijk, niemand zit te wachten op een winderig gebied. Dus je moet een winderig gebied hebben wat altijd hard waait. En dan creëer je een windluwte. En die moet je ook weer gaan gebruiken voor landbouw, tuinbouw. Maar dan nog, hier in Nederland red je het niet. Wij kunnen niet voor onze eigen energie zorgen. Daarvoor zijn we te dicht bevolkt. Is niet erg. Er zijn genoeg plekken op deze wereld waar geen hond van. Ja, iedereen woont hier. En als ze niet hier wonen, komen ze hier naartoe. Ja. Dan laten ze al die lege gebieden achter in Marokko en Turkije. Syrië. Dan denk je dat je aan zonne-energie hebt in Syrië. Zo. Maar zo moeten we gaan denken over energievoorziening. En daarvoor moet je samenwerken met die gebieden. En wij doen de investering wel. Nou, die mensen mogen zorgen voor onderhoud. En wij begeleiden dat wel. En dan zetten we die zonne-energie om in waterstof, zou ik zeggen. En dat transporteren we dan naar Europa. En ben je er toch uit. En hier gaan lopen bezuinigen, terwijl hier aardgas los. En in Duitsland gaan ze aardgas met een nieuwe pijpleiding van Poetin faciliteren. Ik denk, ja, waar is nou het Europese beleid als je het nodig hebt? Ook al die Duitsers van het gas aan. Nee, dat doen we niet. Dus hier staat om de Nederlandse bevolking daarmee te pesten met dat soort onzinideeën. Daar gaat toch om. Er is ook nog een ding en dat heet een zonnetoren. Dat is bizar, jongen. Het enige wat je nodig hebt, is je moet een turbine hebben. En die moet je weliswaar heel hoog, maar 100, 200 meter hoog, moet die gemonteerd staan. Op een stuk beton. De onderkant hoeft niet te draaien, helemaal niks. Die turbine staat er bovenin. Maar dan moeten van die fixe stroomleidingen, want hou er rekening mee, dat levert de partij stroom op. En wat je dan doet, is dan rondom die turbine bevestig je tentdoek. Meer niet. Het kan voor kunststof zijn, gaat nooit kapot. Voor doek, nou dat kan lijmen. En dan maak je daar daadwerkelijk een soort van tent van. En dat is een tent van zo'n tipie, waar die Indianen in woonden. En aan de onderkant, dat is een truc. Laat je dat uitwaaien. Een soort idee van... Dat is weer zoals een soort van klok. Of zo, hè? Aan de bovenkant wat smal, dus rond die turbine. En aan de onderkant zo hup, helemaal uit laten daaien. En wat er dan gebeurt, omdat die bovenkant... Die zit in een, per definitie, in een koudere luchtlaag. Hoe hoger je komt, hoe kouder de lucht wordt. Altijd. Nou, onderin heb je warme lucht. Vooral in de Sahara. Dan heb je rustig lucht van 50 graden Celsius. Dat kan daar. En bovenin is het dan maar, misschien maar 10 graden Celsius. Nou, en die warme lucht, die wil natuurlijk omhoog. En die koude lucht, ik kan bijna zeggen, die zuigt aan die warme lucht. En die turbine die gaat blazen, jongen.
En de hoeveelheid energie die daarmee wordt opgewekt, is het product van de oppervlakte aan de onderkant van het doek, van de tent, de oppervlakte van de tent. 10 bij 10 meter heb je dan, nou is wel een grote 100 bij 100 meter, zo'n 10.000, vermenigvuldigd met de hoogte van de pijp. Een zonnetoren, misschien dat ik meer nog kan vinden. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Zonnetorenwerking. Zonnetorens. Ja, dat zijn deze niet. Dit is flauw. Dat werkt met spiegels. Ja, dat is heel ingewikkeld. En dan gaan ze zonlicht focussen. En dan gebruiken ze iets van... En dan krijg je een hele hoge temperatuur. Ja, dit is... Jörg Schleich heeft het onderwerp. Ja, dit is... Oh, die turbine zetten eronder in. Oh, oh, natuurlijk. Ja. Lucht wordt opgewarmd door zonnewarmte onder een laag, cirkelvormig, doorschijnende collector die aan de rand open is. Zo vormt het doorschijnende dak samen met de grond een opslagruimte voor door de zon opgewarmde lucht. In het midden van de cirkel staat een verticale toren die aan de basis een grote doorsnede heeft. Omdat hete lucht lichter is dan koude lucht, stijgt deze op door de toren. De toren zuigt meer lucht aan en er wordt nieuwe koude lucht aangevoerd aan de rand van de opslagruimte. Een prototype is in Spanje gebouwd welk positieve resultaten opleverde. Kijk, Spanje is een prima plek voor dit soort technieken. Maar dit is relatief goedkoop. Hè? Niet ingewikkeld te maken. In staat zijn om die toren in elkaar te flansen, maar dat kunnen we toch wel. En die turbines moeten geplaatst worden. Ahaha, zo moeilijk is dat. En zelf heb ik er eentje verzonnen, of zelf verzonnen, maar je kan ook werken met het Seeberg-effect en dan krijg je direct elektra. Nou, die elektra kan je gebruiken om water te scheiden. Dan heb je waterstof. En waterstof is een brandstof. In IJsland rijden de bussen op waterstof. Of auto's. En wat komt er dan uit je uitlaatpijp? Ja, water. Dat is alles. Voor de rest helemaal niet. Sterker nog, je denkt je van waterstof kan je ook in één keer elektra maken. Ja, waterstof. Omzetten. In elektriciteit. Ja, staat hier. Voorlopig geen waterstof voor Nederlandse burgers. De brandstofcel, dat is het ding. Kijk, hier staat de brandstofcel.
Je doet er waterstof en zuurstof gaat erin en er komt elektra. Ideaal voor een elektrische auto. Ik heb nog een keer een soort documentaire van een of andere Amerikaanse ondernemer. En die beweerde dat je dus een laptop, ik weet niet hoeveel uren kan laten draaien op een brandstofcel die gevoed wordt met zo'n heel klein containertje waterstof. Gas. En waterstof is een gas bij een kamertemperatuur. Werkt op tieren. En dan heb je dus, nu heb je dan die batterijen in je Mac of in je laptop. Ik werk al sinds jaar en dag met Mac. Maar er is nikkel en cadmium en al die meuk zit erin. Er zijn ook dure dingen ook. Maar zo'n brandstofcel, ja, man, stelt helemaal niks voor. Letterlijk niet. Slijt niet, zit er geen beweging. Daar zit in een cel, in een accu ook niet. Maar daar gebeurt dan een hele hoop met die chemische verbindingen. Kijk, een accu in je auto, die is ook na zoveel jaar, is die versleten. Ik heb dit met Mac ook gehad hoor, dat is een accu. Dan was je pas drie keer zo dik. Ja, die is kapot. Maar hier heb je denk ik dat risico. Lijkt me. Kijk, dat is een beetje creatief nadenken over wat je gaat doen. En je zal moeten samenwerken met landen met veel zonne-energie. Ik zal mikken op zonne-energie. Hier in Nederland heeft het niet zoveel zin. Die 100 watt per vierkante meter, ja toch. Maar in de Sahara praat je over 1000 watt. En dan gaan we praten. En de Sahara is ook nog helemaal leeg. Dat moet je dan doen. Dat zou een mooie. Dus dat zou niet eens een taak van de overheid zijn, by the way. Een taak van de overheid zou zijn om. Ja. Nou ja, helemaal niks. Nee, dat moeten ondernemers doen. Overheid, ik wil eigenlijk dat de overheid helemaal niks doet. Ja, opvang voor daklozen lijkt me erg fijn. Maar dan moet de overheid alleen maar faciliterend zijn en de uitvoering moet gebeuren door de kerk. Waardoor de. Ik noem dat dan de kerk. Doe ik niet de katholieke kerk mee of de protestantse gemeente Arnhem. Dat niet. Je moet maar het sociaal bewustzijn onder de bevolking. Maar de gebouwen, dat moet de overheid. Ook bij de gevangenis. De gebouwen moeten er zijn. Een beetje toezicht. Een beetje onderhoud. Daklozen horen niet op straat. Dat geeft geen goed straatbeeld. Maar de opvang, dat moeten we zelf. Je kan het wel uitbesteden aan de overheid, maar dat wordt alleen maar heel duur. Terwijl het opvangen van daklozen, ik dwaal niet af hoor, maar dan moet je niet denken, maar dat is iets dat moeten we zelf doen. Net als het opvangen van kinderen. Dat moeten we zelf doen. Dat is onze taak. Het zijn onze kinderen. En de overheid zo van, nou, maar dan vangen wij ze wel op. En dan denkt iedereen, oh wat leuk, dan kan ik lekker aan werken. Dan ben ik eindelijk een moderne vrouw. Ja, maar je betaalt je blauw, idioot. Kijk, een moeder die haar eigen kind dagelijks over de vloer heeft, die is een stuk minder geld kwijt dan een moeder die dat kind elke dag naar kinderdagverblijf het huppeltje brengt. Lijkt mij, of niet?
Nou dan. Ja, maar dan kan ik werken. Ja. Maar van het verdiende geld gaat een deel naar het kinderdagverblijf. Ja, maar daar hou ik wel wat van over. Ja, maar er gaat ook nog subsidie naar de kinderdagverblijf. En dat betaal je dan via de BTW. En daar betalen we allemaal aan mee. Ja, het lijkt me nogal wieders dat als de kinderen worden opgevangen gewoon door mama, dat het veel efficiënter is dan dat die kinderen naar een gereguleerde instantie gaan met een toezichthouder en een toezichthouder van een toezichthouder. En als er dan een toilet of zo verstopt is, dan komt dus een onderhoudsbedrijf en die gaat dan de verstopping in het toilet verhelpen. Terwijl het bij jou thuis als moeder het toilet verstopt is, dan bel je je kerel op en zeg je pap, zeg jij, nee pap, Karel, je hebt problemen in het toilet. En dan zegt je kerel wel van nou, dan regel ik wel even. Ik bel Piet wel even, die heeft nog zo'n stok. Wij zijn er veel efficiënter in dan een overheid. En daarom moet die overheid de mond gesnoerd worden. De taken moeten afgenomen worden. Overgeheveld naar het volk. Maar we zijn er niet mee bezig. We zijn alleen maar bezig met ademloos te kijken naar ongelofelijke oude hoertoespraken van politici. Ook van Thierry Baudet en ook van Theo Hiddema. Om over dat gekakel van Geert Wilders nog maar te zwijgen. En daar is een of andere Trien van de SP die zegt, ja, ik vind wel dat als je kind, als je dat onder wil brengen bij een crèche, dan moet je het van tevoren laten injecteren. Ze zegt er niet bij met wat. Alleen maar dat het geïnjecteerd moet worden. Ja, dan zet je even de deur open voor wat. Hé? Tegen hepatitis B? Want dat is seksueel overdraagbaar. Ben je bang dat die kleuters onderling gaan lopen neuken? Daar is de SP mee bezig, man. Dat noemt ze dan de socialistische partijen. Nee, is niet te bedoelen. En die warmtepompen toestand. Ja, het kan. Wat je ook kan doen is, je neemt de koelkast en dan haal je die deuren haal je eruit. Die koelkast zet je op het balkon. En dan de achterkant van die koelkast, moet je ervoor zorgen dat die dan water opwarmt. Zo. En dat water laat je stromen naar je cv. En dan doe je iedere keer die stekker. Ja, dan pompt hij inderdaad warmte van buiten naar binnen. En met welke efficiëntie? Hè? Even kijken. Efficiëntie, warmtepomp? Ik denk niet dat het erop staat hoor. Efficiëntie. Warmtepomp. Ik denk niet dat ze dat durven te vertellen. Oh, het staat er toch. Oké, efficiëntie warmte. Invent een warmtepomp, bespaart het 50% op gas. Ja, maar wat betalen we dan op elektra? Hé? Kan je online bestellen? Nou, dat is allemaal installatiebedrijven. Nee, ik wil weten de efficiency. Alles over waterpompen. Nou, hoe werkt een waterpomp? Ja, dat wil ik niet. Waterpomp staat er aan de warmteformatie. Ja, dat snap ik ook. Dat is een koelkast ook, man. Een koelkast is een warmtepomp. Die pompt de warmte van de binnenkant naar de buitenkant. Ja, de meest bekende vorm is een koelkast. Luchtwaterpomp, nee. Rendement, daar samen. De belangrijkste factuur. Er zal vast een heel erg rommelig verhaal staan. Gokje. Ik wil weten wat het rendement is. Kijk, want je kan ook je... Die hitte, die kan ook die elektriciteit gebruiken om gewoon direct warmte te maken. Dat gaat met een efficiëntie van 100%. Een rendement van 100%.
En dat kan je dan ook doen via een ingewikkeld idee met dan ga ik de warmte pompen van buiten naar binnen. Maar je moet die... Je moet nog wel steeds die motor, die pomp laten werken. Wil je meer weten over spouwmuurinstallatie? Nee, dat wil ik niet. Wat is een warmtepomp? En jij dan? Die dingen zijn nog duur. Voor een beetje koelkast is dan 300 euro. En een warmtepomp ga je al gauw naar de 2000 euro. Dat zal wel heel bijzonder zijn. Je trekt natuurlijk warmte uit die omgeving weg. Kijk, hier staat eventjes, ja, gaf een laag temperatuur verwarmen. Kijk, een cv heeft een 80 graden Celsius nodig om lekker te werken. En dat haal je niet met de warmte. Een warmtepomp komt niet hoger dan 40 tot 50 graden. Maar daar word je niet echt blij van. Maar vloerverwarming, dat kan niet meer. En het werkt op elektra. En elektra wordt opgewerkt met fossiele brandstoffen. Dus. Haha. Dus worden we blij gemaakt met een dode mus. Nou, dan houden we dan niet. Persoon. Een serieuze. We gaan van de ene leugen naar de andere leugen. De andere stomme idee. In Nederland wordt het gas af en Duitsland gaat de hoeveelheid gas opvoeren. Of zeker stellen. Maar waar moeten wij dan van het gas af? Heeft de regering nou echt niks beters te doen? Moeten ze niet een keer gaan uitzoeken wie nou daadwerkelijk die aanslagen van 11 september heeft gedaan? Lijkt mij. Er gingen 3000 mensen aan dood, weet je nog? Half Amerika in paniek. Oorlog in Afghanistan, oorlog in Irak. Wie was die ongelofelijke tuthola van een journaliste? Of die ongelofelijke kloothommel van een journalist? Die toen die oorlog in Libië gaande was, dat hij het bericht de wereld in heeft geslingerd. Dat Gaddafi Viagra-pillen verstrekte aan zijn troepen. Om Libische vrouwen te verkrachten. Ik weet dat mijn stiefvader, nog steeds mijn stiefvader, maar die zei dus in die dagen. Oh, zie je wel, die Gaddafi, nou, Viagra. Verkrachtingspillen. Nou, het is maar goed als ze hem te pakken nemen. Ja, moet je even kijken hoe Libië er tegenwoordig aan zit. Ja, ik heb een Libische vriend. Ik weet waar ik het over heb. Die is er helemaal niet blij mee. Hij zei tegen mij, er zijn allemaal negers lopen daar de politieagent uit te hangen. Ja, maar Libiërs hebben ook een tientje. Ja. Hij heeft het over Sub-Sahara-lui met een IQ van 70. Libië is naar de kloten, man. Laat de regering daar wat aan doen als ze dan toch zo graag iets aan willen kaarten bij de Verenigde Naties. Nee, man, ons een beetje loopt pissen, weet je. Dat is dan allemaal CO2 dingen en CO2 dat echt geld ook weer. Het is droevig. Het is
is droeviger dat wij geregeerd worden door een stelletje lamstralen die niks beters te doen hebben dan te verzinnen wat wij beter kunnen doen. En wat doet de regering dan eigenlijk? Behalve problemen opwerpen op gebieden die er helemaal niet toe doen. Dat gaat toch vies? Of ketel? Totale onzin. Gewoon niet leuk. Oftewel, erg vervelend. Misschien is dat ik gestopt ben met roken, dat ik zo geïrriteerd ben, want dat hoort er dan bij, hè? Dat je geïrriteerd raakt als je stopt met roken. Maar dit slaat er helemaal nergens op. Ja, hartstikke bedankt voor het luisteren, dat wel. Dat vind ik wel leuk van jullie. En als jij een warmtepomp wil, ja, dan moet je zo blijven. Ik zou even wel kijken naar het elektriciteitsverbruik van een warmtepomp. Nou, ik kan wel even kijken. Warmtepomp. Elektra. Warmtepomp, elektriciteit. Kijk, alles over de warmtepomp. Warmtepomp, witjes. Heeft een gunstig verbruik om zo'n aardgas. Oké, dat in euro heb je minder energiekosten dan met een verwarmingsketel op gas. Even kijken. Dat is allemaal gauw hoor, ik wil weten. Wat scheelt het dan? Jeetje, wat een hoop gegevens. If you cannot impress them with facts, dazzle them with bullshit. Moet ik het dan zelf gaan uitrekenen? Wat is dit nou? Ja, dus als je dan werkt met een warmtepomp voor verwarming en voor je warm water om te douchen, maar daar zit een risico aan. Want een warmtepomp die verwarmt het tot iets van 50, 60 graden, 50 graden Celsius. Dan loop je het risico op Legionella. En dat vervelende bacterietje. Dan heb je toch 13.000 kilowattuur. Ja. Lijkt me toch een aardige hoeveelheid elektriciteit. De 13.000 kilowattuur en een kilowattuur is zeg maar 25 cent. Dus een kwart van 13.000 is dan toch nog. Ja, 2.500, minimaal 3.000 euro. Maar het kan wel werken hoor. Ik zou er niet in gaan douchen. Voor je verwarming.
Staat hem hier? Kijk wat dit gaat, want nu zitten ze. Dit is toch niet eerlijk wat ze hier doen. Kijk, tapwater. En dan komen ze op die 3000 kilowattuur per jaar. En dan rekenen ze met 20 cent voor een kilowattuur. Zo, dat is dan 650 euro per jaar. En dan in een kuub. Dan hebben ze het over een HR-ketel. Maar een HR-ketel die doet niet alleen tapwater. Die doet ook verwarmen. Wat hebben ze hier aan? Zitten ze nou te goochelen met getallen, man? En dan hebben ze het over 870 euro per jaar. Maar dat is niet alleen tapwater. Dat is ook verwarming. Wow. Ja, lucht, water, warmtepompen, dat is tapwater. Een HR aardgasketel, ja, dat is tapwater en verwarming. Ik vind het heel verwarrend. Maar ingewikkelde termen met mono, energetisch, beta. Oh wacht, nee, hier staat voor verwarming. Dat klopt wel niet. Ja, ik ben er vrij goed in rekenen en dingen zijn. Ja, het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Maar zou ik er echt eventjes een blaadje moeten pakken en... Er staat hier, hoeveel stroom verbruikt een warmtepomp om je woning en douchewater te verwarmen? Dat is een heel lastige vraag en toch ook weer niet. Nou, wat is het? Laten we vooropstellen dat u in euro minder energiekosten heeft met een met de warmtepomp dan met een verwarmingsketel op gas. Waarom stel je dat voor? Daarnaast moeten we vaststellen dat u als gebruiker van het systeem veel invloed heeft op het verbruik van energie. Ja, nee, dat wist ik niet. Laatst was er een onderzoek in een nieuwbouwwijk van 5 jaar oud. En die mensen bleken toch een heel ander verbruik te hebben. En de reden? De een staat langer onder de douche dan de ander. Wat is dit? Is dit Nijntje gaat naar het grote energiebos? En de een zet tijdens het verwarmen toch ramen open? En de een laat deuren openstaan? En de een wil zijn huis op 22 in plaats van 20 graden? Enzovoort. Ja, dat vragen we helemaal niet. We kijken nu in deze tabel. Ja, dat zegt me helemaal niks. Heb je een beta-factor? Dat zegt me helemaal niks.
zeeoppervlak. Nou, zeg, misdadig. Tapwater, nou, daar hebben we het net gehad. We weten dus het vermogen dat nodig is nu. Dat is 10.000 kilowattuur voor verwarming en 3.000 kilowattuur voor tapwater. Dat heb ik net gelezen. Maar even verderop zeggen ze dan, want het komt bij elkaar. Ja, wat is het nou? Voor verwarming 1,5 kilowattuur. Ja, 1.500 kilowattuur. En voor tapwater 1.200 kilowattuur. Dat geloof ik dan ook niet. Ja, het is maar de vraag of zo'n warmtepomp wel tof werkt. En ze zijn nog tering duur ook. Heb je nog onderhoud op, dan zitten bewegende delen in. Dat gaat altijd slijten. En dan ben je de bok. Ja, je kan zeggen wat je wil, maar een gaskachel, joh, die moet af en toe even schoongemaakt worden. Die van mij ook. Maar ja, ik heb hem toch nooit aan. Ja, nou doet hij het niet meer. Ah. Oh. Ik maak me ook geen donder uit. Hey, reuze bedankt voor het luisteren. Ik ga hem afsluiten en een kopje thee zetten. En op zijn hamburg zaak ik tjus en laat je niet besodemieteren. Lieverds.